Mobile games zijn hot en ook nog eens volwaardige games. Daarom bespreken wij vanaf nu elke week een nieuwe mobile game hier bij Freshly Juiced. En deze week beginnen we met Rayman Fiesta Run. Rayman Fiesta Run is de opvolger van het vorig jaar verschenen Rayman Jungle Run. Deze game wist toen vriend en vijand te verrassen door zowel haar grafische uitstraling als de algemene vrolijkheid. De gameboard duwt hier vrolijk op voort met aanstekelijke muziek en sfeervol level design. De insteek van Rayman Fiesta Run is vrij eenvoudig. Rayman beweegt zich automatisch voort in een level en het is aan jou om op het juiste moment het scherm aan te tikken om te springen, te slaan of om te zweven. In deze levels dien je minimaal 1 teensie te bevrijden om zo verder te mogen in het spel. Maar de echte uitdaging is natuurlijk om alle 4 de teensies te bevrijden zodat je perfectie behaalt. Naast de teensies verzamel je onderweg ook zogenaamde lums. Met deze lums kan je power-ups of nieuwe personages vrijkopen. Weet je het maximum van 100 lums te verzamelen in een level? Dan speel je de Invaded variant vrij van deze wereld. Deze aangepaste versie biedt je een nieuwe uitdaging, welke alleen weg is gelegd voor de doorgewinterde spelers. Rayman Fiesta Run bevat samen met de Invaded levels in totaal 76 levels. Elk level komt met haar eigen stijl en uitdagingen. Zo kan je de een op eigen tempo spelen, terwijl je in de ander geforceerd wordt om niet te treuzelen. Rayman Fiesta Run is vanaf nu verkrijgbaar voor Android en voor iOS. Rayman Fiesta Run ziet er werkelijk prachtig uit. Het leveldesign is ontzettend goed gedaan. Hierdoor is elk level weer een nieuwe uitdaging. Toch voel ik me een beetje dom behandeld worden doordat je alleen maar hoeft te klikken als je gaat springen. Hierdoor ga ik het spel niet uren achter elkaar spelen. Gelukkig hoeft dit ook niet, want het is een mobile game. De levels zijn heel erg kort, waardoor je overal tussendoor even snel een level kan spelen.